plaats hier opzij ook. Hier zo'n klein beetje dat die mensen door kunnen. Die mogen even achter het gordijn komen. De Muppet Show. Ja, Kevin, wij zijn klaar. Zijn jullie klaar? Wij zijn klaar. Oké, okay, je mag even achter het gordijn komen en daarna is het à la Moulin Rouge. De Moulin... Mag ik dan nu een intrede voor de gevraagde personen die mee op het podium moeten? Nee, nee, nee. Ja. Goed. Ja, Ronnie. Ja, Kevin. Alles goed met u? Heb hebben gezien. En ik ga je warm? Ja. Ik kan niet. Maar het is hier wel droog, hè. Het is hier droog. Mag ik twee plat... Platte shoppen. Mag ik twee plat water voor de presentators, alsjeblieft? Amai. Hey. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kavas! 13 pinten en de cola. Jullie ook, Kavas. 13 pintjes, een cola en 2 plat water. Die plat water zijn bevoorrang. Want wij staan hier al het langste. Ja. Nee, nee, als je hier... Ik voel mij juist een vies. Ja? Oh. Oké. Okay. Oh, ik heb mag ik een klein beetje licht, alstublieft. Mario, Marco. Wit licht. Shine a line. Oh. Ik heb maar een flas. Kom maar aan. Ah, ja. Het is een warm. Ik heb drie keer mijn jaren. Goed, Ronnie. Kevin. Wat hebben we hier allemaal op ons briefje? Amai. Was de... Zeg, wist je dat Kevin dus een vissig? Echt? Hij vangt, maar geen vissen. Dankjewel, je bent een krak. Ja, dankjewel. Dus, voor zij die denken dat die presentatoren altijd maar bier drinken, wij drinken ook water, hè? Ja. Jelle mag dat zeggen. Ik drink altijd water, dames. Ja? Oké. Okay. Als ik het heb, drink Bartje, ik water. Bartje, je hebt van mij nog niks gehad, hè? Alsjeblieft. Kevin, er zijn sommige personen die zeggen dat wij nooit water drinken. 95% drinken wij water. Dank u wel. Ja. Weliswaar met een beetje gerst bij. Ja, maar het is niet water. Oké, wij gaan over tot de point. De orde van de dag. Ik ga eens even kijken wat we hier allemaal tentoon kunnen stellen. Mij bijvoorbeeld. Jij, de varkenskop, dat moet in Zaventem zijn. Hallo, hey. Ik sta er hier, jong. Ik sta er hier. Kijk eens hier. Alsjeblieft. Maar ziet hier. Ja. Mooi, hè? Mooi. Mooi, hè? Ja, mooi. Goed. Mag ik eens even, beste vriend? Dankjewel. Ella. Ja. Ik moet maar één keer even niet. Dat was ooit, voor zij die dat niet weten, een telenovelle op VTM. Ella. Wil jij graag een prinsesje zijn? Ons Ella is een beetje verlegen. Maar dat komt wel los. Mag ik een beetje... Ah, oh. Hey,
gezien is, ja. Oh. Ja. Wat een schuurvolk, hè. Wat een schuurvolk. Ja. Ja. Goed. En dan heb ik het over mij, Kevin, hè. Ja. Hey. Goed. Hey, als jij een dik op gaat uithangen, dan ga ik dat ook doen, hè. Dat is gemakkelijk, hè. Ja. Echt. Ja, dat is gemakkelijk. Onze Vlaamse zanger in het klot. Nee. Ja. Dan hebben ze zelfs in plek van 200 man en we zien nog 20 man. Dan komen ze ook nog 5 bussen komen, hè? Ja, ik heb dat ook horen zeggen. Voor onze Vlaamse zanger. Er zijn er hier zelfs van aan de zee, van in Blankenberg. Oh, stop. Goed. Mag wel een beetje enthousiaster vandaag, want... Die van Blankenbergen! Waar is Vlaams Brabant? Waar is Vlaams Brabant? Waar is Limburg? Waar is Antwerpen? Oei, oei. En waar zijn wij? Hier. Ja. In dit mooie Schaffen. In dit prachtige Vlaams Brabant. Waar ze springen aan de vlieger. Uitleggen. Naar het schijnt, ik heb dat geleerd vanaf 2018. Ja. Ik heb daar veel schoonvoorbeelden voor gehad. Ja. Naar het schijnt waren die prinsessen van Brabant nog erger dan die prinsen. Vlaams Brabant. Walter, zeg. Zeg. Goed. Ja, zie hier eens. Ja, voilà. Dat moesten we eerst hebben. Ja. Ja. Hé, hey, jij weer klakske. Varkenskop. Je mag het op komen. Deelde jij dat even uit? Nee, want je moet foto's trekken. Gelijk als de police. Flits. Flits. Allee, kom ja, want het is hier warm met die mensen. Ik laat het blazen. Ja, nog één cola extra, alsjeblieft. Dat is de prins die cola drinkt. Hé, hey, Janne Klaver. Sorry, 2 cola's extra. Hé, hey, de Klaver. Ah, die ereprinsessen van Brabant en die voorzitters, dat zijn streken, madame. 2 cola's extra, alsjeblieft. Nee, dat gaan we ze niet laten doen. Dan moeten we die één voor één van het podium dragen. Naar voren. Goed. Hier staat een heel mooi meisje, maar natuurlijk... een kinderprinsesje moet aangekleed worden, hè? Ik denk dat we daar één iemand voor hebben die daarvoor naar voren mag komen, Gilbert. We beginnen met een handschoen. Mag ik Chelsea naar voren roepen, alstublieft? Chelsea? Wie is Chelsea? Hallo? Hallo, Chelsea. Chelsea? Als moeder kijkt naar u, Chelsea. Ja, ik zie ze aankomen achter de box. Ja, kom aan, Chelsea. Chelsea. Ja. Dan maak een applausje bij, hè? Kom aan. Chelsea, je hebt de eer en het genoegen. Ja, mannen. Om. Naast staan die al 2 schoonjuffrouwen. Dat is weer precies om ik af, nee. Heb ik een applaus, hè? Een applausje! Ja, dank u. Oei, 200 man, een applausje! Ja. Goed. We gaan die juffrouw aankleden. Dat is een lelijke mens. Daar gaan we niet te veel van zeggen. Daar gaan we zelfs... Ik ga, eigenlijk wel. Ik ga collega, ik ga u laten werken. Je mag de handschoentjes aan. Zie hem gaan. Je mag de handschoentjes aan doen. Ronnie? Wil jij Peter worden van Ella? Ja. In dat schrik van u. Kan ik u niet zeggen dat je al niet moet uitreuren met mij, hè?
Drink nog maar eens, Sydney. Kevin, wij gaan over tot de keep. Ja? Ja, wij over tot de keep. Daar ga ik ons prinses Deborah voor naar voren. Van CV Drek op mijn bek en Spalbeek! Lieve mensen, pardoneer dat klein meisje. Een beetje overdonderd door alles waarover komt. Als ik mijn zuster moet zeggen, hè? Hallo. Dan gaan we eens kijken. Weet je al wie je denkt? Aan de stromen, hoor. Allee, zeg het eens. Nee, zeg het maar. Allee. Evelien. Voor de breuk aan te doen, alsjeblieft. Dat kan ook. Het komt wel een uur van, het komt wel een uur. Heb je een kroontje vast? Dan ga ik eens kijken. Ik heb hier een mooie prinses, natuurlijk mensen, niet te vergeten. Het is nog niet 11-11, dus ze zijn nog niet in volle maat. Maar ik kan aan mijn lieve prinses Mia vragen om het kroontje op te zetten. Ja, deze kant, Mia. Dan gaan we ons moederke vragen. Ah nee, waar zit de voorzitter van de Zonnebende? De voorzitter van de Zonnebende. Ik denk, Kevin, dat hij hier nu niet kan zijn. Oké, dan gaan we... Dus moeten we... Een alternatief zoeken. Alsjeblieft. Moederke, zou jij dan de scepter aan ons kinderprinses willen overhandigen? Ja. Ronnie, tel dus even mee. Ik denk dat ze alles heeft, hè. 2. Mag ik u voorstellen, kinderprinses Ella? Kom maar iets louder, alstublieft. Want dit is onze delegatie. Alstublieft. Goed. Dan ga ik... Ronnie, sorry, ik moet even terug gaan kijken. Oké. Ik heb niet veel op mijn papiertjes staan. Ja, dat is zus. Chelsea, kom eens even terug naar voren. Ja, oké. Als hofdame moet ik er ook iets aan hebben, hè? Ja. Ben ik van mijn melk? Ja? Kevin, even misverstand. Het is van alles. Oké. Maar ging de hoofddame van de kinderprinses naar voren? Anders is blijkbaar een grote verrassing. Een heel grote verrassing. Hebben ze mij gezegd, juist achter de backstage. De hoofddame zal worden niemand minder dan mama. Mama, en ik denk dat als Gilbert gaat staan. Gilbert,
Kom even naar voren. Ja, ik denk dat onze dag was. Luc, zag jij zo vriendelijk? Luc van de Groenblad, om maar te breuk. Dat is een hele verrassing blijkbaar dat Gilbert de Ofdaan wordt van ons kinderprinsesse Ella E. Mag ook een applausje bij? Kevin, dan nu het woord. Goed. Het zit een beetje ingewikkeld in elkaar, ik weet ook niet hoe het komt. Maar... Geen probleem. Dan heb je hier een mooie dame in het midden. Ik mocht in het midden komen staan. Wie is daar van het podium? Christine, je moet niet podium zijn. Ja, voilà. Nog nooit niet podium. En ik heb mij laten vertellen, dat vanavond vol verrassing dat we een nieuwe prinses bij krijgen. Alsjeblieft. Die staat hier, denk ik, hè, Ronnie. Laat eens zien wat jij nog in uw schuif liggen hebt. Gaan we vragen aan... Tos Winterkamp. Ja. Aan ons Cindy 2. Om de handschoenen aan... te doen. Ik moet het er wel aan, zeg ik, Kevin. Jij bent wel een serieuze. Ik, hè? Ja, jij bent wel een serieuze. Alena. Echt. Zijn ik serieus? Ze zijn serieus. Ja. En volgende. Kom aan, hè, Ronnie. Werk deze week, hè. Je hebt gezegd dat jij alles ging bijhalen, hè. Mag ik dan vragen aan... Femke, om de prinses haar cape aan te doen. Ja, Ronnie, kom aan, laat een beetje vooruit gaan, manneke. Yes, mag ik dan vragen aan... Prins Luc de Eerste van CCA Tiene om de breuk aan te doen. Lachen is gezond. Wat lief? Lachen is gezond. Lachen? Er mag altijd zo'n kleine zietje op de achtergrond, alstublieft. DJ, een kleine zietje. Anders zingen we zelf. Ja, dan ga ik terug. Cindy 3, tevens voorzitter van het Prinsenconvent Loven, het kroontje. En dan ga ik vragen aan ons moederke om haar de scepter te overhandigen. De macht voor 1 jaar over een zotte bende. Dames en heren, ik presenteer jullie prinses Christine de Eerste. Christine, ik weet het niet meer. Ga ik het alleen doen of heb jij graag een knechtje naast u? Heb jij graag een knecht naast u? Ik weet het niet meer. Ik ga zelf eens even komen piepen. Toe. Dames en heren, prinses Christine de Eerste! Goed, prinses, mag je even aan de zijde van uw kinderprinses gaan staan? Nu, denk ik, de volgende komen, Kevin. Kevin, ik heb een papiertje bij u. Ja, Dimitri. Dimitri. Die... Ik heb iets anders vast, hè. Ah, maar dat is ook goed, Oké. De Dili. Ai. De scheefste en de zotste van heel de band. Ronnie. Dan laten we graag onze... Ze gaat dus een beetje aan de kant, ja. Aha.
Laten we de jeugd eens even werken, hè. Mag ik vragen aan de kinderprins van België, Jente, en jeugdprins van Limburg, Jeremy, om de handschoenen aan te doen. Zo voorzichtig, hè. Ja, want hij is... Dus niet kapot, hè. Hij is rap pijn gedaan, de Dimmy. En ik had er nog een beetje zin in, mensen. En ik had er nog een beetje zin in. Ah, dat zal niet beter, hè. Laat het woord gewoon, hè. Goed. Dan gaan we nu naar... Christophe komt speciaal van Blankenbergen, dames en heren. Hallo! Van Blankenbergen! Goed. Dan gaan we vragen aan de hofdame van Spalbeek om de breuk aan te doen. De breuk, Ronnie. Ronnie kent braken, maar breuken niet. Ik kan pauzen. Ik kan pauzen gehaald op school. Ah, oké. Okay. Prinses. Prinses, heb je warm? Heb je warm? Ja. Dan mogen we nog een beetje blijven staan. Voelen. Mag ik vragen aan prins Peter om de steek op te zetten? Nee. We gaan het doen gelijk moeten. Je moet die niet op het slechte pad helpen, hè? Oei. Hij moet ook eens iets doen en hij doet dan direct iets verkeerd. Foutje! De pluimen. Ah wel, ik ga daar iemand speciaal voor inschakelen. Je mag de steek terug opzetten, Dimmy. De pluimen. Onze varkenskop van Zaventem. Kevin. Ja. Je wou dat deze man dit gaat doen. Heb ik mij altijd de vraag afgesteld. Nee, buurt u even, hè. Van, weet men de betekenis van deze pluimen? Ik denk dat er weinigen die kennen. Inderdaad. Stel het eens voor, Ronnie. Ja. Er is verdraagzaamheid. Ja, vriendschap. En respect. Ja. Heel weinigen dat allemaal kennen. Inderdaad. En dan gaan we als moederke erbij halen voor de macht. Goed. Dames en heren, Prins Dimmy de Eerste! De hofdame. Nee, de hofmaarschalk. Ik dacht dat je met een vrouw waart. Ja. Houdt er een beetje vanuit, Tom? Goed. De hofmaarschalk van de prins. Wie mag anderen? Prins Luc. Doe dat nog maar eens hier, hè. Prins Luc, ja. Luxje. Prins Luc. Luxje. Doe dat nog maar eens hier. Luxje. Dat is geen prins, hè?
Nee, nee. Dat was weer meer dan een prins. Oké. Goed. Neem ze niet meer in. Met zo'n lofboogschok. Mag ik iets slaan, alstublieft? Dank u. Zit Noël hier ergens in de zaal? De hofmaarschalk van de prinses Noël. Noël, 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 Noël. Haast u in spoed naar het podium, alstublieft. Hij is onderweg. Masker af, ja. Zo. Je mag terug opstaan. Dit is een grapje, hè. Goed. Iemand snel de braak. De breuk. En wel, moederke, gaat hem vast. Doe het maar aan. Nou wel, bukt u wel even, hè. Voilà. Prinses Christine de Eerste en hofmaarschalk Noël. Zie ik hier... Oh, mon dieu. Dan staan hier nog met vier, met drie. Tot de gala. Mag ik? Gala nog wel. Mag ik de muziek op de achtergrond of zo moest? Gala nog alle twee tegelijk naar voren komen. Alle drie tegelijk, sorry, ja. Aha. Aha. Aha, met drie nog wel. Ja, problemen voor mij om nu nog twee wakker beginnen. Amai. Goed, we gaan beginnen met de eerste. Silke. Silke. Luk van de Grunendaad, voor de handschoentjes alsjeblieft. De handschoenen. Je speelt er geinig genoeg mee, Luc. Hij is ooit keeper geweest. Ah wel, ik zal u vervoegen, laten vervoegen door de Luc. De rechtse, hè, die daar in een keer met... Nee. De deze aan deze kant, hè. Die met twee tegelijk staan. Ze weten, ze zijn zo van slag dat ze het verschil tussen links en rechts niet weten. Goed, Cindy 3 voor de keep alsjeblieft. Komt het niet vallen. Voorzichtig, Cindy. Pas op bij haar af. Dan gaan we naar Blankenbergen. Christophe voor de breuk, alsjeblieft. Blankenbergen. Voorzichtig, jouw vriend. We beginnen op aan. Ja, gaan we naar Spalbeek. Naar de prinses voor het kroontje. Allee, die hebben we wakker. Als er hier nog zijn, die pinken binnen, staan hier naast me, zijn rap of ze zijn leeg. Ik denk dat onze prins nog één wordt. Moederke, kom de geld nog maar eens naar voren. Alsjeblieft, de nacht. Keizerin Silke! Dan maak een applaus bij, hè. Ja, en daar staat er nog al één. Ja, maar zeg. Tegenwoordig ben ik glazen drager. Ja, nee, dat doet ook niet. Maar nu staat er nog een vrouw. Ah nee, dat is één minder af te wassen. Dat is zelfs een tournee-generaal voor het werkend publiek. Goed, Ronnie, laat maar komen, hè. Cindy 2 en Cindy 3 voor de handschoentjes alsjeblieft. Walter kampioen zijn de welke. Griekse lopen komen.
Ja. Twee handschoenen krijgt ze niet aan. Nummer 3. Ik wil niet zeggen omdat ze met twee zijn, dat ze twee paar handschoenen moeten aandoen. Hè? Maar je wacht al dat ze gedronken. Ja, ik heb ijs, ik zeg maar zeker van. Dan gaan we voor de cape. Dan gaan we naar de fairy tales. Prins Peter. Goed om nu vol. Natuurlijk gaan we, hè? Ja, vind ik natuurlijk gaan, hè? Ja, ja. Dan gaan we naar ons Evelien voor het kroontje. Ja, prinses. Drinken al een match. Goh, goh. Zien die twee kunnen nogal zo op en zo, hè? En dan gaat het allemaal weer. Ja. De dust. De dust. Ja, hoor. Met een schoentje, een zwaaiertje. Ja, dat vind ik. Doe de geer, dan maar. Ja, ik heb me wel voelen. Nee, doe maar. Ja. En dan gaan we als moederke voor de maakt. Het werd afgegeven door de Kili Prinses Ella. Werd er maar afgegeven. Dat is een primeur hier. Dat is heel mooi. Eén keizerin. Drie keizerin. De keizer en de keizerin. Oh ja. De primeur, dames en heren. Hier groeit de kleine keizer. Is aan de primeur? Hij is volle. Echt de primeur? Allee dan. Dat is goed. Ik vond je goed. Dan gaan we een keer iedereen naar voren roepen. Goed. Dit zijn uw beste carnavalisten. De prominente van de Zotterbende. Kinderprinses Ella! Prinses Christine de Eerste. Prins Jimmy de Eerste. Keizerin Vicky. Keizerin Silke. En dan nu. En Mimi. En Tavond. Oh, je bent wel berappen. Ja, ik vind het mag een beetje meer enthousiast zijn. En Mimi Keizer Zulke. Fonske. Fonske. Verzeilen. Zolang dat maar geen Ronnie is. Ja. Want dat zouden we er ook beklagen. De zwijgen van de Kevin. Dames en heren, en daarvoor een applaus voor deze prachtige prominente. Mag wel iets enthousiast. Dat is heel mooi. Dan moeten we vechten, deze mensen. Een applaus voor deze prominente. En natuurlijk niet te vergeten voor al de mensen die deze prachtige prominente hebben aangekleed. Is er iemand dat nog iets wilt vragen, iets wilt zeggen? Niet te veel, ik zet de micro in het midden. Je mag altijd komen praten. Ja. Als je graag in duo komt. De eerste die graag. Alsjeblieft. De eerste die graag. Iemand iets te zeggen? Hallo. Oh, Peters en Meters. Oh. Ja. Hier iemand? Nee. Kevin, mag ik nog eens iets zeggen? Ja. Je moet hier komen staan, hier komen staan. Ik ga hier komen staan. Kijk naar hier. Ja. Zie je? Veel te veel. Zo staan hier. Hey, de kans aan de micro. Goed. Ja, wat voelt je? Dat is een hekbas, ja. Silke, ga jij iemand vragen? Ronnie, wilt jij met een Peter zijn? Ja, ik sta hier. Hey, doe ik zeg in een Limburger, hè, ja? Dat is drie keer. En drie keer, ja. Heel graag. Dank u wel.
Jawel. Ronnie. Kun je dat even op zaal zetten? Monnik van de Uilengilde uit Schriek. Kom eens even naar hier. Ja, maar een hele avond zit vol verrassingen. Nou, als toch een keer aan deze kant zijn, moet je aan de andere kant zo. Monnikske. Wil jij mijn meter zijn? Applaus alsjeblieft. Zet jullie er maar bij. Is er iemand nog die iets te vragen heeft? Voor wie? Voor wat? Ik weet het ook niet meer, zeg. Op en af. Ronnie, wil jij ook Ella? Dan gaan we weer. Heel graag. Ik heb straks al je vraag, maar ik wil dat heel graag doen. Zeker voor deze kleine maat. Heel graag. Met 4 jaar natuurlijk. En Chelsea, wil jij ook eens tot hier komen? Wil je Ella haken? Ach, waar moet ik heen? Dimi. Ronnie Martens. Kom eens naar voren. Ronnie Martens. Heb ik een invitatie, mijn vriend? Dat is ook een prins. Ronnie! Een prins van Leuven geweest. En Tina! Dat is ook een junior prins, maar goedigenig is Ronnie een junior prins geweest van Vlaams-Brabant. Marino, ik ga je al direct de micro geven. Want de micro, hij is van ons, dames en heren. Is everybody happy? Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. En waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Ja, ik kost niet ontbreken, hè. Ik moest toch wel even iets meebrengen voor u. Uiteraard. Het doet mij heel veel plezier om vandaag hier toch aanwezig te zijn. Ik had een paar verplichtingen. Je weet dat, ik heb dat ook gezegd. Maar kijk, belofte maakt schuld en kijk, we zijn hier. Verder ga ik de micro geven en ik ga iedereen een dikke kus geven. Maar ik geef het werk aan u nog even verder, alsjeblieft. Marino, deze mensen zijn blij dat je hier bent. Heel tof. Onze internationale president van de CV. Marino. Mag ik vragen dat ondertussen, voor sommigen die pas binnenkomen, is misschien snel, kandidaten voor nationale titels, Europese titels, zich klaarhouden aan de kassa alstublieft voor een intrede dadelijk. Laat ons er gewoon bij zeggen, maar Kevin, dat alle kandidaten zich daarvan achter in de zaal klaarzetten. Alle kandidaten. Zowel de juniors, de jeugd, de grote, allemaal klaarzetten alles. Aan de kassa alsjeblieft. Van klein naar groot, alles. Ronnie en Tina, kunnen jullie eventjes van voor staan? Tina, wil je mijn carnavalsmeter zijn? Ronnie. Wil jij mijn carnaval Peter zijn? Ik kom hier juist te horen, Kevin. Ik heb weer al iets opgevangen. Het is de 19e en er is iemand jarig. Ze staat hier. Tina. Wie? Tina zou jarig zijn. Tina. Ah, Tina, kom eens even naar voren. Tina zou jarig zijn. Rustig, maar op uw gemak. Maar ze is, heeft een operatie. En wat gaan we dan doen? Oh, we gaan zingen. Staan. Ja, ja, ja. Luc staat graag van achter. Voilà, zijn we rond? Of heb jij ook nog mensen dat je wilt vragen? Luc. Ja, wat? Luc. Luc. Ja. Oké. Okay. Kevin, we gaan een beetje verder doorgaan.
Zou eens gewoon. Ik heb iets geleerd. Dat staat hier rechts op aan. Ja. De micro is van ons. Ja, twee pinkjes. Alsjeblieft. Hey. Gezondheid allemaal. Geleerd van de beste Marino. Voilà. Dames en heren, mag ik een applaus voor deze prachtige prominente. Je moet nog één keer voor je houden en je krijgt een pin van Kevin. Allen dat hier rondstaan, de prominenten mogen blijven staan. Allen dat hier rondstaan, graag een aftreden alstublieft. Gaan we dadelijk verder. We gaan ons programma een beetje in snel tempo zetten. Mag ik graag een intrede voor alle kandidaten? Kevin. Alle kandidaten. Kandidaten. SCV. Alle kandidaten. Op het podium alstublieft. De kandidaten. Ja, weet je. Wat kan dat nog? Die voor de titel gaan hier op het podium. Mag ik vragen als deze mensen het woord nemen en heel zeker bij de jeugd, maar natuurlijk ook bij de grote, het respect en eerbied. Graag stilte, alsjeblieft. We gaan beginnen bij de jeugd, alsjeblieft. Mag ik dan nu de stilte beginnen? Dank u. Hallo. Een klein beetje respect alstublieft voor deze kandidaten. Ik dank u. Goedenavond iedereen, mijn naam is Erik Voorstel. Ik ben Isabel Beten. Ik sta een kandidaat voor Junior Prinses Vlaams Brabant 2022. Oké. Dit was Isabel Beten. En zij staat daarvoor als junior prinses van Vlaams Brabant 2022. De volgende. Goedenavond, ik ben Lucienne. En ik ga dit jaar weer een keer voor regenboogprins. Maar dan als regenboogkoppel met mijn vriendin. Onze aanstelling is 29 oktober. In Winsel, België. Ja, Winsel, België. Ja, ergens in België. Dank u wel. Ik sluit af met een 3-maal alarm. Mag ik ook nog iets zeggen? Niet te veel. Ah, als ik de micro in mijn handen heb, dan geef ik daar niet over. Goedenavond allemaal. Ik ben Tina. En ik stel me dit jaar kandidaat als regenboog prins koppel van Vlaams Brabant. Onze aanstelling is op 29 oktober, is komende. En ik sluit af met 3-maal Allah, Allah, Allah. Als je de eerste die nu niet zwijgt, die gaat ons hier wel iets betalen, Kevin. Echt waar. Want wat met dust. Dank u wel. En een hele goede avond, beste carnavalisten.
We zijn eindelijk terug van start. Hoe voelt het aan? Nu carnaval terug. Terug in ons midden is. Mag ik mezelf en mijn echtgenote even aan jullie voorstellen? Wij gaan voor Europa Prins en Europa Prinses 2022. Ikzelf ben Mark en hier mijn wederhelft Chris. In 2018 hadden wij het geluk om het prinsenpaar van Leuven te zijn. En nu gaan wij voor de titel van Europa Prinsenpaar. En we verwachten jullie dan ook allemaal op 16 oktober in zaal Bosuil. En dat is in Schiplaken. We verwachten jullie daar in grote getale. Het gaat een knallend feest worden. Amuseer jullie hier nog allemaal. Alaaf! 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 Prachtig, prachtig. Prachtig gesproken. Zo, is er nog iemand dat woordje wilt zeggen? Nee? Nee. Ik heb weer als ik dit zing. Dat is even genoeg, hè. Mogen wij graag een aftreden voor deze kandidaten en de prominenten, alsjeblieft.